Het MOUS Early Warning System. En dat zouden we eigenlijk moeten zien te ontwerpen met de waterschappen zeker. Familie van de woelratten. Er zijn weinig dieren die zoveel bestudeerd zijn dan de veldmuis. Maar uiteindelijk, ondanks al dat onderzoek, weten we nog steeds niet hoe we deze plaag moeten bestrijden. Maar omdat er zo schrikbarend veel muizen zijn, er is aan gerekend maximaal 15 miljoen misschien wel in de hele provincie. Ja, heb je wel snel het gevoel dat het dweilen met de kraan open is. Maar toch, dat wordt de uitdaging. In een vroeg stadium de populatie in kaart brengen en hem daar bestrijden. Op het moment dat hij nog niet uit de klauw is gelopen. Ik ben Niek Bosma, ik ben projectleider onder andere van dit muizenonderzoek, muizenplaagonderzoek. We zijn in Piekersiel, een mooie Friese naam, vlakbij Blauwhuis onder Eilst. En midden in het kleigebied. Hier is een opsloot. Daar zie je de Bolsward-vaart. Daar hebben we het boezempeil. En hier ligt een oude opvaart. Die loopt hier 800 meter, slingert die door het landschap. En die konden we heel makkelijk afzetten. Dus we hebben daar een schot tussen de boezem en de opvaart. We konden een mooi 800 meter opvaart het peil omhoog brengen. Op een hele gecontroleerde manier. Ja, en wat willen we zien? Wat is het doel daarvan? Hier zie je allemaal muizengraverij. De muis zit in het buitentaluut, hij zit in de kruin, hij zit in het binnentaluut. En we weten gewoon, dat hebben we al onderzocht, dat de muizen gangetjes ook door het hele taluut heen lopen. Dus als we het waterpeil tot de kruin toe op gaan zetten, dan gaat het water dwars door die kade heen lopen. En ja, dan zijn we benieuwd. Dat gaat vast gebeuren, dat weten we. En dat is helemaal niet zo erg. Maar het zou erger zijn als die gangetjes steeds breder gaan worden. En dat het uiteindelijk van zo'n gangetje straks zo'n gang wordt. Ja, en dat het land er dan helemaal onderstroomt. En als je pech hebt, ja, zou je via zo'n pijpingproces zou er een gat in de kade kunnen vallen. Dus ja, dat willen we kijken. Is dat gevaar aanwezig als we extreem hoog water hebben in Friesland? Dus ja, dat kunnen we mooi zo beproeven. Ja, we vinden dat spannend, want het zou best kunnen dat die muizenplagen op den duur weer terugkomen. Dus ja, we willen nu zoveel mogelijk onderzoeken, zodat we daar straks beter de risico's in kunnen schatten. En als je de risico's inschat, ja, kun je de risico's beheersen. Ja, je krijgt 15 miljoen muizen op bezoek en dat moet je waarnemen. Je moet onderzoeken, je moet proberen vast te leggen waar zit onze schade. Ja, eerst doe je dat met visuele waarnemen. Onze inspecteurs zijn met 30, 40 man zijn ze in één week alle kwetsbare kaders afgelopen. Mijn naam is Pieter Posma. Ik ben rioolbeheerder bij Waterschap Friesland. Wij doen in het rioolbeheer doen we verschillende dingen, waaronder inspecties van de kade. Die muizenplaag die is eigenlijk van juli, augustus. En toen zag je wel veel muizen, maar niet in de gaten dat het zo erg zou worden. En dat ze ook zo de kade in zouden trekken, vooral in de natte periode. Hè, als in november, december, dan gaan die muizen toch veel meer die kade in. Je hebt het in het land wel gezien dat het kaal is, maar als je dan op zo'n kade ziet en het is gewoon bouw geworden. En je ziet het gewoon dat humus is, dat ze de hele zode echt opgegeten hebben. En als je met de voet heen en weer gaat, dat het gewoon humusgrond geworden is. Ja, dan word je toch wel even een beetje angstig. We hebben nu een iPad voor het eerst en dat is geweldig, want je loopt op een satelliet, dus klik je iets in, dan weten ze ook direct waar je staat. Je maakt ook de foto waar je staat, dus ze hebben direct de foto bij de plaats waar je bent.
En dan kan je alles in aangeven. Dus je krijgt een compleet verhaal van die kade in een kort tijdje. En ze hebben direct op kantoor ook de gegevens van jongens, waar lijkt het erg en waar lijkt het minder erg. En dat was met die muis ook zo. We hebben een ruimtelijke survey gedaan. Hebben we met allemaal 10 man, 7 man stagiaires en 3 onderzoekers. Zijn heel Friesland door geweest met framepjes van 1 bij 1 meter. Hebben ze allemaal muizengaten geteld. Hebben ze gekeken in welke mate is de begroeiing weg. Dus dat leert ons van hoe erg is de schade verdeeld over het hele Friese land. Maar we wouden ook kijken hoe gaan die invasiepatronen. Hebben we eerst met dronesvluchten hebben dat geprobeerd. En toen kwam het geschenk uit de hemel. Er bleek een groen monitor te zijn van Altera. Via de satellieten kon je toen perfect de schadebeelden in beeld brengen. Om de 2 weken of om de 3 weken had je een beeld. En als je dat achter elkaar zette, dan zag je die olievlek over Friesland heen verspreiden. Dus dat leert je heel veel van hoe gaan die invasieprocessen. In 2004 was het alleen maar in het Veenweide. Maar nu gingen de invasieprocessen hupsakee door, ook naar het kleigebied. Ja, dat zijn dingen die interessant zijn om te meten. Verder heb je overal pijlbuizen staan. Dus je kunt kijken wat voor invloed heeft die muizenstand op het waterpeil. Ik ben Jantine Havenkamp. Ik ben werkzaam bij het Wetenschap Friesland om de muizenvraag in beeld te krijgen en alle factoren mee te nemen om te kijken van hoe die problematiek in elkaar zit. Ja, we zijn dan hier aan het meten met... We hebben 5 trajecten uitgezet met 8 pijlbuizen, 2 rijen van 4. En daar meten we eigenlijk de grondwaterstand van de kruin en het talud bij de teen van de kade en 10 meter in het perceel. Daar willen we eigenlijk kijken van wat het grondwater doet of de verweking plaatsvindt in de kade en hoe de grondwaterstand reageert. Het was eerst de bedoeling dat ik het in mijn eentje zou doen. En nu dan, in ieder geval wel binnen het wetskip, maar het is snel heel groot geworden. En heel veel partijen doen mee en dat is heel leuk. Ja, het blijkt gewoon van door een hogere grondwaterspiegel kan je stabiliteit wel 30% teruglopen. Stel dat je bovenste 15 centimeter de graszoden wegslaat, en dat is niet ondenkbeeldig. Dan gaat er en er treedt nu al golfoverslag op. We normeren op 1 liter per seconde per stekkende meter. Als je dan 15 centimeter kwijtraakt, gaat er waarschijnlijk wel 3 liter per seconde per stekkende meter. En dan gaat het zichzelf versterken. Ja, we kennen de risico's nu. Als je de kaart van Friesland ziet, dan weten we precies waar de kaders met de meeste schade liggen. En stel dat er een westerstorm komt, dan ga je gewoon kijken van welke stukken kade krijgen de meeste golfslag voor de kiezen. Ja, en dan gaan we beter inspecteren, gaan we meer inspecteren. En stel dat er eens een keer een zuiderstorm komt, ja, dan weten we dat er andere kaders weer onder druk komen te staan. Ja, het MUIS Early Warning System gaat ons helpen om straks eerder door te krijgen, er zit weer een muizenplaag aan. En het liefst willen we het jaar voor een muizenplaag al weten van hey, er komt een muizenplaag aan, dat we dan in kunnen grijpen. We wouden er een studentenonderzoek van maken met 2 studenten en binnen een maand hadden we meer dan 2 ton onderzoeksbudget. En wat ik heel belangrijk vind, de landbouw die studeert met ons mee, het faunafonds doet mee, de provincies doen mee, de gemeentes doen mee, NS doet mee. Dus alle partijen die geraakt worden door deze plaag, die doen mee. Het MUIS Early Warning System. En dat zouden we eigenlijk moeten zien te ontwerpen met allerlei instellingen. En ook voor de landbouw is nog belangrijk, maar met de waterschappen zeker. Dus ik vind het ook een heel goed idee om het op die STOA kennisdelingsdag, om dat een onderwerp te laten zijn, zodat ook anderen... We hoeven niet overal hetzelfde wiel weer uit te vinden en vooral niet uit te vinden nadat de plaag alweer ergens anders is ontstaan. Ja, een boodschap voor de collega waterschappen in andere provincies. Ja, de kans is aanwezig dat ook muizenplagen daarvoor gaan komen. Dus ja, wees er alert op, leer van de ervaring in Friesland en probeer de muizenplaag voor te zijn. We zitten bijna op het eind van de proef hier. Hier bij de gele pijl, als het water daar aangekomen is, dan staat het waterpeil op 12 min NAP. Dat betekent dat het water 40 centimeter omhoog is gekomen. En we willen het uiteindelijk 60 centimeter omhoog laten komen. Dus we zetten hem nu straks bijna uit en morgen zetten we er nog 20 centimeter bij. Dan staat hij behoorlijk tot de kruin. Dus dan verwachten we dat het water al behoorlijk door de kade heen gaat lopen.
Als het gaat stormen donderdag, dan ben ik er niet. Maar dat wordt niet voorspeld. We krijgen dit soort weer. Dus donderdag kunnen ze maar inderdaad aanschieten. En wij leren heel vaak van andere waterschappen. En ja, het is mooi dat men dan ook kan leren van onze ervaring hier.